Want we terugblikken op 2015. Dat tovert vast een glimlach op jouw gezicht. Ja, absoluut. 2015 was eigenlijk een geweldig jaar voor mij, voor Wesley, voor eigenlijk iedereen om mij heen. Gewoon een jaar om nooit meer te vergeten en nu doorzetten naar 2016 zometeen. Er waren veel hoogtepunten voor jou. Wat was het allermooiste? Ja, veruit Davis Cup natuurlijk. Maar dat is natuurlijk weer iets anders dan onze carrière met Wesley samen. Hè. Dat moment was de Davis Cup dat je Federer kan verslaan. Alleen mijn moment van 2015 was wel het moment dat ik gewoon in Casablanca de eerste stap zette voor die dubbel. En uiteindelijk eindig op 66 van de wereld. En dat is een hele grote stap geweest. En daar kan ik heel trots op zijn. Heb je jezelf verbaasd dit jaar? Ja, absoluut. Ik had altijd wel het gevoel dat er iets in zat. Zeker met die dubbel. Maar dat het zo snel zou gaan en dat ik ook zoveel aandacht zou krijgen ervoor. En het is geweldig, ook de reacties die ik krijg van mensen. En dat is zo mooi, dat geeft me alleen maar zoveel meer energie om nog harder te strijden. En misschien zit er wel de top 50 in, misschien zit er wel iets hoger in. En we gaan zo meteen beginnen in Australië. Ja, dat is geweldig, ik kijk er nu al naar uit. We zijn aan het trainen en we zijn voorbereiden. Dat is het leukste wat er is in tennis. Ik wil het ook even hebben over die collega van jou, Jean-Julien Royer. Wat vind je van de prestaties van Royer? Ja, geweldig. Als ik hem zie spelen en ook naar zijn klasse, hè, hoe hij speelt, hoe technisch gezien. En daar kan ik zoveel van leren. Ik zit gewoon echt op YouTube, zit ik gewoon de wedstrijd terug te kijken van hem. En zit ik gewoon te kijken, nou, wat doet hij? Hè, wat het verschil maakt tussen mij en Wes? Zoveel dingen nog waar wij kunnen leren eigenlijk. Alleen maar, noem eens wat. En dat is persoonlijk dan, de timing aan het net, dat is bij hem heel goed. Wesley heeft dat beter dan ik. Ik ben daar niet zo heel goed in, maar hij heeft een betere timing. Hij ziet gaten beter. En ik ben meer van achteruit spelen, wat iedereen al wel weet. Maar goed, dus ik probeer mijn netspel hierbij te verbeteren. Dus naar hem te kijken, ook naar de Bryan Brothers moet ik kijken dan. En kijk, wat doen hun? Hoe lossen hun dingen op? En dat probeer ik te implementeren in mijn eigen spel. Dus, wat hij de Masters wint, dat is ongelooflijk natuurlijk. Dat is ook goed voor ons. Hè? Daardoor krijgen wij ook de lift. Want dubbel krijgt daar meer aandacht in één keer. Lift er allemaal van mee. Net zoals andere jongens achter ons ook weer van ons meeliften. Dus dat is heel goed.